dames en heren, bij weer een gloednieuwe aflevering van Lollen Disneycraft. Ik heb er weer zin in. Hopelijk hebben jullie er ook weer zin in. We gaan weer eens lekker een attractie doen. Ditmaal, Jasminus zoekt toch even een aankondiging, dames en heren. Komende weekend, 16-17 mei, is het grote moment, dames en heren. Want dan is er weer een gloednieuw event. Het studio event. En ja, dan gaan de Sprookjesbossen onder andere ook open. Maar oké, we gaan eens eventjes op zoek naar Jasmin. Kan Aladdin het niet zelf doen? Ja, inderdaad. Luizak. Maar goed, er gaan dus heel wat nieuwe attracties op in de studio dingen. Ik wil even zeggen, mijn video settings ga ik op 2 zetten helaas. Maar, ja, er is met mijn PC is weer aan het praten. Maar we gaan daardoor eens met langer duurt dat de chunks laden. Maar ja, render dus. Maar helaas, kunnen we niks doen. We gaan verder. Wat een goud meenemen is dit keer mijn missie niet. Wanneer dan wel. Kom er wel een keertje voor terug. Waar TNT? Waarom staat Tiddy in zijn grot? Levensgevaarlijk. Ja, Constantine is waarschijnlijk weer geweest. Wat hebben we hier? Wat een prachtig uitzicht. Oeps, ben afgeleid. Ja, verder. Ja, we gaan Jasmin doeken. Ook weer eens in de kamer. Ik ben nog meer goud. Maar we kunnen hier twee kanten op. Oh. Dit loopt dood. Dus we moeten toch hier deze kant op. En dan komen we hieruit bij een eitje en dan... Eieren! Wat voor soort eieren zijn dit? Hier leeft maar een raar beest in deze grot. Volgens mij is het een leeuwenei. Ja, is het op dit moment niet gezien. Dubbel tekst, maar ja. Volgens mij is het een leeuweneitje. Wat hebben we hier? Jasmin! Oh, we hebben haar al gevonden. Jij was de goudzoeker. Niet meer doen, Jasmin. Je werd gemist of veel. Ja, niet meer doen. Dat is een heel korte attractie. Achievements, dames en heren. Er zijn er nu 244 al. Dat is echt al veel. Maar er zijn er heel veel nieuwe dingen. De klokkenluiders. Notre Dame, dat is nieuw Sprookjesbos. Het Disneycraft Museum. Dus ja, waar het museum? Waar museum is het zo? Ja. Het Disneycraft Museum. Die hebben we al gedaan, natuurlijk. Deze hebben we al een keertje gedaan de week na de opening. Of ja, de week, de aflevering na de opening. We zien dus heel duidelijk dat de dingen allemaal heel traag door inladen. Maar ik kan er niks in doen. Het maakt mijn Minecraft beter. Voilà. We hebben dat achievement ook alweer gehaald. Laten we eens even kijken of we nog eentje kunnen halen. We zitten aan de 232. We zitten al 8304 unieke spelers. Het gaat echt snel. Wat hebben we hier? Alice. Bezoek attractie Alice in Wonderland. Volgens mij is dat nieuw. Dat is nieuw. Dit is ook vernieuw. Bezoek een sprookje van opnieuw. Drie beetjes opnieuw. Brun over Lex Fries. Sneeuwwitje schijn. Stage. Bezoek het sprookje van een stage. Tarzan. Dat is allemaal nieuw. Is er niet Warp Alice? Warp Alice. Nee, we zijn niet. Ja, wat kunnen we nu nog doen, zou ik zeggen. Ik weet het eigenlijk niet. We zien de chunks wel. Ja, de render is het laatste helaas trager. Maar misschien dat we toch 3 kunnen gebruiken. Of misschien zelfs 4. Short. Nou, dat gaat nog. Ja, dit gaat nog best goed. Ja, we gaan op 4 laten staan, denk ik. We gaan het Wild West eens eventjes doorlopen. Maar hier hebben we eigenlijk niks meer te doen, natuurlijk. Vorige keer hebben we mijn plot gedaan, dames en heren, dat weet je nu nog. En ik ben natuurlijk niet blijven stilzitten en ik heb er liggen werven bouwen aan mijn plot. We zullen er dadelijk nogmaals heen gaan. En we komen hier op het plein uit. Misschien gaan we te voet terug naar de spouw. We gaan te voet, ik weet de weg toch, dan moeten we de andere kant op. Langs de Ariel, die ook nog binnenkort open gaat. Ik ben benieuwd wanneer, maar eerst is het sprookjes-event. Sprookjes, het studio-event bedoel ik. Waarin iets van 6 nieuwe attracties op gaan en dan weet ik niet of het 6 bereikbaar zijn of als het ook van die attracties zijn die zeg maar gewoon er staan om te staan. Als je ja staan om te staan, die daar gewoon stilstaan, die niet te bewegen. Zoals wat staat er al in het park. Zo de draaimolen waar we nu daar langs komen, zo van die attracties. Wat bedoel ik dan? We lopen nu echt op een hele wereld die niet laat. Dit vind ik echt super ambitant. Dus ik ga toch terug naar Tiny Plus zetten. Helaas. Ik heb wel al de nieuwe Optifine, dames en heren, want mijn Minecraft bleef me zeuren over het downloaden de nieuwe Optifine en ik vond hem maar niet en ik heb hem gisteren ook, zaterdag,
Nee, vrijdag is het vandaag, zaterdag. Heb ik hem ook weer gevonden. Maar goed. We zijn bijna bij de spawn. We zijn hier op het grote plein waar het kasteel is. Daar komen we nu. We zijn nu aan de achterkant dus. Ja, mijn laptop, zoals ik zei, die is volgens mij aan het afhangen. Aan het afdingen. En dat is niet goed. Want mijn budget voor een nieuwe, dat zit er voorlopig nog niet in. Daar zal ik toch nog weer een aantal jaar op moeten doorsparen. Gezien ik pas een Xbox heb gekocht. Plus, ik heb pas nog Xbox Live bijgekocht voor een jaar. En ja, dat was ook 200 euro voor de Xbox met FIFA 15 en GTA 5. Heb ik erbij gekocht nog extra. En ik heb Xbox Live erbij gekregen. En ik heb nog een Xbox Live bijgekocht voor een jaar, omdat die verlopen was van de maand. Ja, mijn geld is nu nog maar iets van 100 euro ofzo. Dat is niet zoveel. En daar krijg ik sowieso heb ik daar geen computer voor. Dat weet ik nu al. En we gaan er aan de zes nog maar eens een laag halen. Maar het wordt wel. En we hebben een nieuwe bezoeker. Welkom. We gaan naar Creative. Het is wel zo dat als ik een nieuwe koop, dan ga ik hem zelf samenstellen. En dan ga ik hem gewoon, als het ding is in is, kijk ik wel. Als hij in stukjes wordt gebracht, dan wordt hij in stukjes gebracht, dan bouw ik hem zelf. En anders, dan ja, dan laat ik hem bouwen. Maar ik denk, ik ga hem zelf bouwen. Dan wil ik het eigenlijk wel aan jullie laten zien op video. Hoe ik dat doe. Yo jongens, dit is echt slecht dat dit... Dit is echt super slecht. Normaal staat hij op 8, hè. Normaal staat mijn dingen op 8, ja. Maar ja, we gaan het proberen. Goed, let's go to the creative. Het is er niet zo druk. Hallo. Wacht, zeg eens hallo tegen de opnames. Waar is mijn pot? Hier is mijn pot. En iedereen is nu in hallo en zegt tegen de opnames. En nu denkt Oscar waarschijnlijk dat het allemaal loopnames. Ja, zie je Oscar allemaal. Oké. Maar laten we eens eventjes een nieuwe rondleiding doen. Dit stond er allemaal al. Maar de kermis is open. Aangezien de crew aan het opnemen is, heb ik alles opengezet. We zien dus nu de binnenkant mooi van het frietkraampje. We zien hier ook de eendjes die hier allemaal kan hier vissen. We hebben hier natuurlijk de dingen openstaan. Die is terug open. De attractie hier is weer open. Voilà, die hebben we heel mooi opengezet. Daar heb ik ook een heel mooi bordje bij gezet, hier zo. Heb respect voor de attractie, inrangeer dus geen onnodige treintjes, anders zullen we maar krijg je verder nog veel plezier in de Safari Ride. Safari Ride is dit, ja. Dan hebben wij hier de draaimolen, Louis paardjes. Dan hebben we hier het schietkraam Shootingstal. Waar neem je op? Dan kunnen we hier de tickets kopen voor de Wii Spaardjes. Dan kunnen we hier een lekker suikerspinnetje kopen. Ik heb het ook zo gemaakt dat je niet in de kraampjes kan. En Shane is er ook. Hallo Shane. Wacht die PM. Ja. Maar niet. Maar net niet irritant doen. Oké. Okay. Ja, hier hebben we de Sky Swing. Of hoe ben ik? Ja, Sky Swing was het net. Dan gaan we naar deze kant, TPS Shaft. De Bayern Dutch opnieuw. De Bayern Dutch moet even opnieuw doen, want die heb ik dus niet. Goed. Dan hebben we hier de tickets voor de Toy Story Mania. Dit is dezelfde regel ook van, ja, dat ze niet in rangeer spammen. Ik ben daar nogal, ja, ik vind het niet leuk. Want dan, oh, ze hebben een karretje. Hoe kan dit nog? Hoe de fuck komt dit hier? Dit is een train station. Hoezo komt dit? Wauw. Oh, ik bestoot heel de botauto's. Waarom pakt dit? Oh, ik heb... Oh, wacht. Ik moet even een control wisselen. Pick block. Dat is bij mij alt. Maar werkt dat nu wel? Ja, nu werkt hij wel weer. Ik dacht van, hé, hoezo werkt het niet? Maar... Zo. Route 66, ook geopend. De Big Swing staat open. Je ziet daar al iets nieuws. De Rups Dance Factory is open. We hebben weer hier een nieuwe attractie. Dat is de Booster. Ik weet niet eens of de vorige keer al stond. Nee, die stond de vorige keer nog niet. De Booster, die moet wel openstaan ook. De Booster hebben we nu ook.
die ik nog moet openzetten. Waarom is dit nu weer dicht? Moet gewoon open blijven. Wie heeft dit nu weer dicht gemaakt? Ik weet niet wie dit heeft dicht gemaakt. Ik denk Max bijvoorbeeld of zo. Dan kom je hier op een nieuw pleintje met een breakdance. En ik vind hem eigenlijk, eerlijk gezegd, vind ik hem nog wel goed gelukt. De breakdance. En dan, dames en heren, komen we bij een nieuwe werkende attractie. Genaamd Spuk Castle of Doom. Een spookhuis, jawel. Heet dat breakdance? Ja. Decadent eigenlijk, officieel heet het. Nou. Ja, nou wat. Maar goed, we hebben hier dan Spuk Castle of Doom, maar die ga ik nog niet openmaken voor het publiek. Die blijft voorlopig nog gesloten. Je ziet hier ook zelfs, oh ja, de zijkant is wel allemaal in dat het klaar was, volgens mij de achterkant. Ja, dat komt er op YouTube. Nee, ik neem het zo maar op. Oh, wat dom. Ik, natuurlijk komt het op YouTube. Maar Spuk is er dus al. En dit is een heel groot spookhuis waar het dak nog normaal gezien helemaal van open ligt. En jullie zien dat bovenin is ook een stukje, maar niet veel. Bovenin is echt kort. En hij is nog helemaal kaal. Hij moet nog helemaal getimatiseerd worden. Nu, ik kan wel voor mezelf even een klein ritje maken al. Dus wij gaan stiekem toch een ritje maken. Spuk moet snel zijn om het kaartje. Ja, toen wordt geen rangeer, moet nog even. Is het een livestream? Nee. Oké, kaartje is er. Oh shit. Kaartje in ons boord. Ai. Het was eigenlijk niet echt de bedoeling, maar. Oh, heb ik hem weer verkeerd. Jammer dit. Ik moet hier blijven staan eventjes. Voilà, hij heeft nu allemaal properties aangekregen. Voilà, we kunnen nu wel een keertje al in het voorlopige stukje gaan van Castle of Doom. En Shane wil er zijn mee, maar dat mag nog niet. Shane, die moet nog even wachten tot die optie open is. En dat is nog niet het geval. Hij moet nog helemaal hebben. Dus het werkt al automatisch. Hij gaat normaal gezien dadelijk vertrekken. Voilà, daar gaan we al. Castle of Doom. Zo heet hij dus. Of ja, Spuk eigenlijk. Castle of Doom. Spuk. Voilà. We gaan naar boven. We zien hier al lampjes flikkeren. Thanks. We zien hier al wat lampen flikkeren. Maar dat heeft ook een nut. Kijk maar. Voilà. Onweer. Dit is zeg maar een onweerscène. Oh. Ik denk dat Shane het ook gehoord heeft. Volgens mij heeft Shane het onweer ook gehoord. Voilà. Het is een onweer scène. En hier is nog alles leeg. Hier is nog niks. Echt helemaal niks is hier. Hier komt nog van alles. Maar wat precies weet ik niet. We moeten nog helemaal thematiseren. Het is hier ook helemaal donker. Je ziet hier ook helemaal niks. Buiten helemaal zwart. En de rails zie je liggen. Meer zien we niet. Voorlopig. Oh. Ik ben verkeerd aan het kijken. Maar hij is dus nog helemaal leeg. Dus ja, er moet nog heel wat komen. Oh nee, hier is nog één ding wat we hebben gemaakt. Zo. Dat is een klein schrik effectje. Er moet nog wel een sound eigenlijk aan toevoegen worden, vind ik. Maar weet je, ik moet nog even twee kijken wat er precies wordt verzoond. Maar Spuk Castle of Doom, zo weet je dus. Ons spookhuis. Hij wordt ook vanzelf uit je eject. Dat is ingesteld dat je er op het einde gewoon een hulplader uit wordt geteleporteerd. Dus we kunnen hier ook niet meer uitkijken met die. Misschien hoor je het, ik druk op shift. Doe het echt op shift. En nee, het was een property natuurlijk voor ingesteld. Daarom shame. En het zijn krappe gangetjes. Max heeft de layout bedacht. Want ik was aan die breakdance bezig. Voilà, we zien dan weer licht aan het einde van de tunnel. Voilà. Ligt aan het einde van de tunnel. Hier is een rangeer. Spoortje. En dan worden we er dadelijk uitgeteleporteerd. Hallo. Daar is Shane. Kijk, de beugels gaan eraf. En we zijn eruit. Ik ga even de kaartjes lopen. Voilà. En bovenin zit dus het klokje voor die donder. Dit zit hier onderin. Kijk. Dat is een... Ja, we zitten tussen dat systeempje en het is zeg maar een hopperklok. Voilà, het zwaar komt er altijd langs. En dan
worden twee lampen gepowered. Hier bovenin is nog plaats genoeg voor andere systemen. Ook voor hier onderin te verwerken. Dus dat blijft voorlopig even open liggen. Maar ja, dit is het voorlopig. En van extra attracties. Er komt nog een hangende achtbaan. Komt er ook nog ergens. Eurocoaster gaan we proberen na te bouwen. Komt hier ergens te staan. Een big swing hebben we al. Dus die hoeft niet. Een breakdance hebben we hier ook wel. Wat... Oh ja, een ding. Een, hoe heet dat? Zo'n sledgehammer idee komt er ook nog bij en zo. Maar dat is allemaal voor later. En we zijn nu bezig met Spuk. Je ziet helemaal mooi ik kom even niet een letter staat er helemaal Spuk Castle of Doom. Daar staat het daar op dat eerste bord staat dat heel mooi. Dus Spuk. Een mooi lijntje. Daaronder staat een Castle of Doom in aanbouw. Voorlopig is het nog niet geopend en ja. Dat is het voorlopig alweer voor mijn kermis. Er zijn drie nieuwe attracties bijgekomen. Twee zijn er al van klaar. De kermis staat ook open. En ja, ik heb voor de breakdance niet, maar voor hier onze rups heb ik een hele instructie opgehangen voor de ja voor de crew. Dus inrangeren, bugger sluiten, starten en in tijdens de draai stoppen en wachten tot de attractie stilstaat, bugger openen, derangeren, attractie sluiten, AUB. Dat is een zeer duidelijke regel voor de crew, want zij gaan natuurlijk bediening doen, die moeten ze zelf doen. Als iemand van de crew kijkt, ik ben benieuwd wanneer jullie allemaal langskomen. En ik wens jullie al veel plezier op mijn plot. Ja, dit is mijn plotje, mijn kermisje voorlopig. Hier is nog helemaal plek, want hier komt weet niet, er komt waarschijnlijk nog een waterattractie. Komt er misschien nog bij, ik weet het allemaal niet. Dames en heren, dit was de gloednieuwe aflevering van Lord Disneycraft. We hebben Jasmin wel gezocht en we hebben hem gevonden, haar gevonden. En het studio event is dat er komen specials aan binnenkort opnieuw van... Toy Story van het nieuwe gebied. Ik heb proberen op te nemen wat ik kan, aangezien ik in dat weekend gewoon, dat is dat ding weer dat ik communifeest en alles heb. Ik kan vrijdag wel komen, een tijdje, maar ik moet ook tijd weg, want ik moet vrijdag een tent gaan opbouwen ergens. Voor een communifeest van zondag. Dames en heren, dat weten jullie waarschijnlijk allemaal wel, maar dit was de video alweer. Tegen jullie zeg ik, tot de volgende keer, ja, tot woensdag nog met Maroenit. Abonneer, blijf abonneren. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of we 150 al gaan op het moment dat jullie deze zien. Op het moment zelf hebben we nog altijd 149. En ik dank jullie voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.